Dit is Kedegem, een klein dorp nabij Leerdam. Het is hier mooi wonen, maar als je op het openbaar vervoer bent aangewezen, is het niet altijd gemakkelijk geweest om hier te wonen. Begin jaren 80 verdwenen de reguliere buslijnen omdat er te weinig gebruik van werd gemaakt. En dat betekende dat een aantal mensen niet weg kon zonder de hulp van anderen. En toen zijn er natuurlijk een paar mensen opgestaan. Die hebben dus gezegd, nou dat is niet goed, dat vervoer van die mensen. Zeker zoals hier in Kedegem en in een hoop blokland en zo, die hebben helemaal geen vervoer meer. Ja, die moeten gewoon vervoer hebben, want, en zeker voor het ziekenhuisbezoek en dergelijke. Want dat was eigenlijk de opzet, van ziekenhuis naar ziekenhuis te rijden, in Leerdam naar Gorinchem toe. En dat is uitgebreid? En dat is heel erg uitgebreid, ja. Dus, De chauffeurs zijn nog steeds vrijwilligers, maar vervoerder Arriva regelt nu de bussen. Welke mensen maken nu gebruik van deze bus? Alle soorten mensen. Jong, oud, scholieren, mensen die naar hun werk gaan, mensen die boodschappen doen, mensen die ramat lopen in Gorinchem bij wijze van spreken. Dat is overal. Vandaag is het feest voor de buurtbus. De 250.000ste passagier gaat vandaag met de bus mee. En het blijkt een trouwe klant te zijn. U bent onze 250.000ste passagier. Sinds 1984. Ik was erbij bij de opening, ja, dus ik weet er alles van. Dus, dat is, mooier kan het dus niet dat u niet bij de opening was. Ja, ook dat. En ook bij de huldiging van de 250.000ste. En ik geniet van de buurtbus. En het volgende wordt dit. Maakt u vaak gebruik van de buurtbus? Ja, heel vaak. 3, 4, soms 4, 5 keer in de week. Want ik heb geen ander vervoer, 's winters dus. Op naar de 500.000ste passagier. Maar er zijn nog wel wat zorgen. Er moeten nog wat vrijwilligers gevonden worden om als chauffeur een paar diensten in de week te draaien. En ook hier dreigen bezuinigingen. De provincie Zuid-Holland die begint steeds meer te beknibbelen op subsidies en dergelijke. En kijk, hun betalen subsidie voor ons en dan betalen wij dus onze chauffeurs, die krijgen daar een kostvergoeding van, kilometergeld en ze krijgen voor een geld voor een bak koffie te drinken overdag. En als dat wegvalt, en zeker die kilometervergoeding, dus, en dan bij ons heel veel mensen komen ver van buiten Leerdam, die rijden aardig kilometer met de auto. En als dat wegvalt, dan zullen waarschijnlijk wel chauffeurs afvallen en dan zullen misschien ook te kosten gaan van de dienstregeling waarschijnlijk wel. Voor scholieren en voor mijzelf ook en voor mensen die naar het ziekenhuis moeten, dat is gewoon vervelend. Dan kan je gewoon niet meer weg.